Op zaterdag 30 juli 1949 komen we terecht in een zeer druk Zierikzee. Aan weerszijden van de straat staat het publiek rij en dik zich te vergapen aan de voorbijtrekkende muzikanten. Achter het vaandel de Zierikzeese harmonie kunst en eer. Het is het begin van een volle week feest. Ze vieren de verjaardag van hun stad. 1100 jaar. Of de stad echt wel 1100 jaar geleden werd gesticht, dat weten ze niet zeker. In 1248 kregen ze stadsrechten. In de archieven is te vinden dat de Zierikzeeënaren in 1649 het 800-jarig bestaan vierden. In 1949 is dat 300 jaar geleden, vandaar. Natuurlijk gaan we niet zeuren over de precieze leeftijd. Ze waren trouwens hard toe aan een feestje. 4 jaar eerder, na de oorlog, kon iedere stad uitgebreid feesten ter gelegenheid van de bevrijding. Zo niet Zierikzee. Daar was iedereen tijdens de bevrijding geëvacueerd. Het zij ze dus van harte gegund. De Vereniging Stad en Landen, de Oranje Vereniging en het gemeentebestuur hebben de handen ineengeslagen en zijn 2 jaar bezig geweest met de voorbereidingen van dit feest, dat tot op de dag van vandaag vele schouwenaren aangename herinneringen oproept. De meeste inwoners hebben een historisch kostuum gemaakt waarin ze een week lang rondlopen. Links de familie Okman van het postkantoor. Nel Brouwer-Steur, kleuterleidster. Ja, iedereen heeft zijn best gedaan. Mosselvisser Schot, die houdt het bij zijn daagse kloffie. Die zaterdag om 9 uur kondigt een heraut het begin van de feesten aan. Onder luid klokgebeier begeeft men zich naar de grote kerk. Burgemeester Schuurbeke-Boeien steekt hier een feestrede af en zal benadrukken dat dit feest de stad zal promoten en op de kaart zetten. Vlak voor de notabelen zien we Esther Schot met haar moeder op de trappen van de uitgaande kerk. Als eerste daalt de burgemeester af met in zijn kielzog meester Ducro, gemeenteraadslid en tevens lid van het feestcomité. Rechts mevrouw Baas Kloet. In het midden Hendrik van Velius. Dan trekken de Zierikzeeënaren hun wat winderige stad in en nemen de tijd om elkaars kostuums te bewonderen. De dames Fokkelman, een begrip in de stad. Op de Dam hebben ze een hoedenwinkel. Het organisatiecomité. Burgemeester Schuurbeke. Iedere dag is er een landelijk bekend muziekkorps van de partij, met een concert en een rondgang. Hier gaan ze de Sint-Antonisdam op. Bij het plein aan de Lange Nobelstraat hebben ze Oud-Zierikzee nagebouwd. Hier hebben ze kermisattracties en kunnen er versnaperingen worden gekocht. Die eerste feestdag is er op het havenplein volksdansen voor iedereen. In kostuum met witte kraag ontwaren we Jan de Bel, leraar op de ULO. Links Tonnie van der Velde, de vrouw van de tandarts. Rie Koster links is naaister. Dat valt van haar jurk af te zien. In het midden vrouw Houtkamp en haar man Johan Houtkamp in uniform. Op maandag 1 augustus is er een kinderoptocht. Liefst 29 schoolklassen beelden een lied uit. Onder moeders paraplu. In het midden meester Hurst van de openbare school. Meester Adrie Pauwe en zijn schutters. In blauw geruite kiel met meester Siebracht van de christelijke school. Aan het stuur Truus Anker van de garage. Meester van der Velde van de Rooms-Katholieke school.
de Hekkensluiters met het lied Trouw aan de Kroon, begeleid door mevrouw en meneer Breedveld, die zien we hier links. Het is een overladen feestprogramma, met 's avonds een openluchtspel, geschreven door Wim Abeleven, veelzijdig Zeeuws kunstenaar. Ja, iedere dag feest, en dat een week lang. Geen feest zonder een klompendans. Het is inmiddels dinsdag 2 augustus. Boeren dansen op het plein voor de muziektent. Het trekt dromme bezoekers, ook van elders. Dat publiek wordt aangevoerd door de veerboten. Ze bereiken de stad bij het luidje. De woensdag is de topdag. Het is de dag van de grote historische optocht. Buurt, personeels en kerkverenigingen beelden een voorval van de Zierikzeese geschiedenis uit. De Lange Nobelstraat, uitbeelding van de stichting van de nederzetting Zierikzee. Graaf Jan van Renesse. De koning van Zweden, die ooit Zierikzee vrijheid van handeldrijven vergunde. De Oostzeevaart, uitgebeeld door de buurtvereniging uit de Hoofdpoortstraat. De bouw van de toren, die 208 meter hoog moest worden, uitgebeeld door de visserijvereniging Helpt Elkander. Wim Don als Spaans soldaat, later maakt die naam als Zeeuws gedeputeerde. De eerste stoomboot uit 1866. Ten slotte een hulde aan Zierikzee door het personeel van Zeelandia en van Van der Valk. Behalve optochten, dansen en toneel is er kermis, en dat een week lang. Natte straten, regenjassen en heen en weer zwaaiende bomen. Het is donderdag 4 augustus. Voor die dag staat er onder meer zeilwedstrijden op het programma. Nee, geen zeilboten. Dat feest gaat die dag niet door. Wel veerboten, die af en aan feestgangers aanvoeren. Het feest dat tot en met zaterdag zal duren. Een feest voor iedereen. Een feest dat tot op de dag van vandaag over de tong gaat.